Vandaag zitten we in een nieuwe obby, een magische obby, zoals je kunt zien. Het intro is al heel anders dan normaal gezien en we zijn in een soort van poppenhuis beland. Alles is roze, alles is plastic fantastic en I love it. Maar alles is niet altijd plastic fantastic, want we zitten in Escape the Evil Doll. Dus we zitten in een soort van leuk iets, zou je denken. Maar er is een evil doll die je achterna zit. Je hebt checkpoints en pijltjes die je moet volgen. Zoals je kunt zien, het is hier echt geweldig, super mooi en cute. En je zou denken dat hier niks aan de hand is, maar dat is het dus wel. Ik ga de pijltjes volgen en oeh, kijk, we gaan naar beneden. Dat is vaak... wat allemaal wel al spannend is. We gaan hier lekker over springen. Ik zie dat het hier wat smaller wordt. Dus dat wordt heel snel springen. En we gaan naar... dit is Darling's house. Nou, checkpoint hebben we gehaald. Waar moeten we heen? Ik zie hier allemaal lekkere donuts. Dus daar ga ik heen. Want ik hou van donuts. Zeker van die sprinkle donuts of van die glaze. Die zijn super, super lekker. Als jij van donuts houdt, laat me zeker weten wat jouw favoriete smaak van donut is. Moet dat zo'n gevulde donut zijn met mousse en chocolade en crème? Of mag dat een normale donut zijn die gewoon een beetje glaze heeft? Of wat chocolade of sprinkles of wat dan ook. Heb jij nog een favoriet toetje dat jij lekker vindt? Laat het weten in de comments. Het gaat op dit moment super goed. Deze man kijkt er niet zo blij bij. Dat vind ik jammer voor hem. Ik hoop dat ik hem blij kan maken met deze obby te halen. En we weer een checkpoint. De pijltjes gaan naar beneden, denk ik. Moet ik zo hoog springen? Ik heb geen idee, maar ik ga het proberen. Oh! Ja, ik denk dat het in ieder geval de bedoeling is om niet in de lava te komen. En je weet, meestal wil ik iets zeggen wanneer het goed gaat. Maar dat ga ik bij deze niet doen. Want dan gaat het niet goed. We hebben hier een soort van lollipops die heen en weer gaan uit de muur komen. En we hebben hier een cinnamon roll. En dat heb ik oprecht nog nooit geprobeerd. Dat is iets typisch Amerikaans. Een cinnamon roll of cinnamon roll. En dat is met kaneel. En ik vind kaneel best wel lekker. Maar ik heb het gewoon zelf nog nooit geprobeerd. Omdat... als ik er soms in een winkel zie staan, ook al is hij, ziet hij er echt fantastisch uit. Ik weet niet, ik denk bij mezelf, dit kan niet goed voor je zijn. En gewoon, het is denk ik zo machtig. Ik denk als je dat eet in het als ontbijt, dan moet je al helemaal niet eten als ontbijt. Maar ik denk als je dat eet als ontbijt, dat je letterlijk voor heel de dag vol zit. Goed, we komen hier bij onze doll aan. Evil doll. En zij is dus gevaarlijk, maar... ik ben altijd bang als ik in de buurt kom dat ze mij ineens gaat volgen. Moet ik naar boven? Ik heb geen idee. Er net is hier... ja, hier is al duidelijk een pijl. Dus ik moet naar beneden. Woe! En waar zijn we aangekomen? Oeh, dit is een soort doolhof. Hide and seek game. Find 3 buttons to open the door. We moeten 3 knoppen vinden om de deur te openen. En ik zie hier gelijk al een sparkling knopje. Dus die gaan we klikken. En nu? Oh, wat gebeurt er? Oh nee! Uiteraard kunnen we het verwachten. Mevrouw is aangekomen. Ze is hier. En we hebben dus blijkbaar hiding spots zoals hier. Dus achter de gordijntjes kunnen we ons verstoppen als ze in de buurt is. Laten we hopen dat... oh! Het is heel dichtbij. Laten we hopen dat ik heel snel een hiding spot heb. Ben ik veilig nu? Ja, ik ben veilig. Want ze is de andere kant op gegaan. Dus ik ga juist... deze kant... ja, zij is ook die kant denk ik opgegaan. Oh, hier is een knop. Hier is de knop. Oké, we hebben nog 1 knop nodig. En dan zijn we veilig. En dan denk ik dat we deze deur kunnen openen. Maar waar zit die laatste knop? Ja, hier is die. Ja, kijk, super chill. Als het goed is, is de poort geopend. Oh, ja, maar ze is hier. Ze is hier. Hide, 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 hide. En als het goed is, zijn we veilig hier. Ik ga kijken. Kijken of ik kan uitscrollen. Ja, ik zie niemand. Dus ik ga heel snel proberen... nee, dit gaat niet lukken. Ik moet denk ik een ommetoe doen. Oh, dit is spannend. Ze is hier. Ze gaat terug. Maar ik weet niet hoe ik nu... weet je, ik ga gewoon draaien. Ik ga gewoon een ommetoertje maken. Ik ga kijken of ik hier... ik denk dat ik het heb gehaald. Woep, we hebben het gehaald. 3 knoppen gevonden in een hele snelle mum van tijd. Hier is ze. Ik hoop... ze volgt me nog steeds. Dag mevrouw, ik ben weg. Toedeloetetoe. Bam, waar zijn we aangekomen? We zijn in een soort van circus aangekomen met nu een soort van... ja, ik wou zeggen hotdogs, maar hotdogs zijn niet paars. Nou, ik denk dat we moeten jumpen van... hoe noem je dit? Ik ben oprecht de naam vergeten van dit. Oh, ik ben me niet aan het concentreren. Een draairad, een draaimolen. Ja, dat bedoelde ik.
zodat we er niet afvallen. En dan denk ik dat het deze wordt. Nee, de volgende dan. Ja, oké, daar staan we goed op. Veilig. We staan aan het randje. En dan denk ik dat het deze gaat worden. Oh nee, ik heb zelf de volgende gepakt. Dat was heel risky. We moeten nog eentje. Of nou, niet eentje. We moeten hier nu opspringen. En bam. Chakalakala. Bam. Checkpoint. En we hebben het gehaald. Oké. Dit vind ik altijd niet leuk. Want je moet blijven springen. Want anders val je kaart naar beneden. En ik zie dat je van die gevaarlijke messen hebt. Die hier ook nog zijn tijdens dat je moet springen. Dus dat wordt een hele challenge. Weet je, ik ga gewoon proberen in één keer het te halen. Nu weer even rustig lopen. Zonder stress, zonder paniek. En dan moeten we weer eigenlijk gecalculeerd gaan. Maar ik denk dat dit gewoon een beetje een strijd is van geluk hebben en op tijd zijn. Inderdaad, want ik heb deze de 2 maandjes kunnen halen. We hebben een checkpoint en we hebben nog 2 maanden te gaan. Deze draai je naar achter, dus daar word ik ook niet blij van. Ik ga op dit kleine stukje staan. We gaan op roze, dus bij roze moet het sowieso al goed gaan, want dat is mijn favoriete kleur. En dan hebben we hier de manen. En ik ga gewoon lopen. Ik ben hier veilig. Waar is die maan? Oké. Okay. Nu gaan. En ik denk dat we dan veilig zijn. Woep. Kijk eens aan. We hebben de manen. Ik denk 4 dat het er waren in totaal gehaald. En we gaan nu in deze speciale mystery mist. Woe. Waar zijn wij aangekomen? Oké. Okay. Candyland. Ik was niet aan het opletten. Ik zag geen maan. Ik wist niet dat het er was. Dus hier moet je eigenlijk hetzelfde doen zoals we net in het begin deden. Alleen heb je hier weer die maantjes die je kunt afmaken. Ze zien er in ieder geval wat vriendelijker uit dan in de meeste horrorgames. Oké, jongens, ik weet niet waar we zijn aangekomen, maar we zijn in Mystery World. We gaan de bank op, denk ik, nu. Dat we veilig zijn en op tijd kunnen springen. Ja, kijk eens, deze heeft ons al gelukt. Dan moeten we op onze lege blokken. En als je ooit op Lego bent gevallen, dan weet je hoe pijnlijk dat is. We springen in het bed. Jammer genoeg kunnen we niet in bed blijven liggen, want we moeten verder met de hobby. We hebben een checkpoint, word ik blij van. Maar meestal wordt het dan weer lastiger. En we kunnen trouwens zien waar we zijn. We zijn bijna bij de finish. Dus dat maakt me wel heel erg blij. Niet omdat we dan met de video klaar zijn natuurlijk, maar omdat we dan het heel goed hebben gedaan in een korte moment van tijd. We hebben hier een teddybeer. En ik denk dat de bedoeling is dat ik nu spring op zijn buik, op zijn hoofd ga. Oh nee, 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 nee. En nu inderdaad erop gaan. We gaan weer op de Lego blokken. Op de kades van mevrouw Inge Dol. En dan op de stoel. En zijn we hier. Checkpoint reached. Oké, waar komen we nu uit? Destroy Darling. 1000 health heeft ze nog van 1000. Ze kijkt een beetje blij, maar ook engig. Laten we kijken of we haar kunnen afmaken. Ben ik haar al überhaupt aan het raken? Ik heb geen idee. Nee, ik raak haar helemaal niet. Oh, ik weet niet wat er op mij valt. Een donut. Ik word daar niet blij van. Ja, ik maak haar af. Ik maak haar af. Oh, ze kan mij pakken met haar haren. Dat maakt mij niet blij. Mijn held gaat er ook vanaf. Ik denk dat ik haar moet pakken op het moment dat ze niks doet. Er komt nu allemaal snoep vanaf. Dat is goed. We hebben nog 300 te gaan. Nog snel klikken. Als ik dit blijf doen. 50, 10... Nee, dat kan toch niet? Ik heb haar afgemaakt. Zeg mij niet dat zij mij heeft afgemaakt, want ik was zo lekker bezig. Ze aait mij. Wat gebeurt er met de kandelaar? Kandelaar! Oh. De kandelaar heeft mij gered. Dag, mevrouw Darling. Ta-tra-ta-ta. Hier word ik echt heel erg blij van. Oké, okay, kijk jongens. Hier is Miss Darling. Dat gebeurt er nou als je het niet goed doet. En we kunnen gewoon weer verder. En ik denk dat we er bijna zijn bij de finish. Ben benieuwd wat we te zien krijgen. We hebben weer een checkpoint. We springen hier weer over. Over de chandeliers die ons hebben geholpen eind van de dag. We gaan door Magic Mist. En we zijn aangekomen in een kinderkamer met donuts. Oh, dit is eigenlijk een beetje waar we net waren. Maar dan in het mini. Back to start. Oh, freaking yes. Zoals je kunt zien. Zie ons dansen, jansen op een donut. Een gevulde donut met chocolade. Laten we daarvan gaan. En ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het gewoon gehaald. Ik heb het gedaan. Ik vond het super leuk. Laat mij weten in de comments welk spel jullie de volgende keer graag op mijn kanaal willen zien. Mag ook natuurlijk iets anders zijn dan Roblox. Vond het leuk. Het woord van vandaag is Darling. Ik hoop dat jullie het spannend vonden, net zoals ik. En ik zie jullie graag overmorgen terug met een gloednieuwe video. Adios. Doei.